altijd benieuwd. Radio 1. Straks komt onze Vlaams minister-president zijn septemberverklaring een beetje kracht bijzetten hier in de uitzending. Wij hebben die gehoord, gelezen, afgeprint, alles erop en eraan. Wat lezen we hier bijvoorbeeld? Onderzoek en ontwikkeling zijn de motor van onze nieuwe economie, de basis voor onze welvaart. Onze grijze cellen, die zijn heel belangrijk. Jong kapitaal. Maar het gaat niet goed met onze jonge onderzoekers. Maar liefst 1 op de 3 doctorandi aan de universiteiten worstelt met ernstige mentale gezondheidsproblemen. Dat is heel veel, dat is een heel hoog cijfer. Dat is volgens een onderzoek en Jan Walraven van de nieuwsite Apache. Die weet daar alles van. Goedemiddag, meneer Walraven. Goedemiddag. Wij horen dat toch al jaren. Gaat dit rond deze publicatiedruk? Jonge mensen moeten publiceren om aan de bak te blijven aan de universiteit. En dat is niet vol te houden? Ja, daar gaat het onder meer over. Hè. Dat is een van de elementen die ze ook aangeven als oorzaak van die mentale gezondheidsproblemen. Of het risico op die mentale gezondheidsproblemen. Maar het probleem is breder dan dat, of de oorzaak is breder dan dat. Ja, wat is de oorzaak dan? Geef maar een paar elementen die daarin meespelen. Wel, naast die, zoals ECO, het studiecentrum van de Vlaamse gemeenschap onderzocht, zijn die hoge job-eisen een probleem? Of een oorzaak van die problemen? Waaronder die publicatiedruk ook, maar ook de conflicten tussen werk en privé. En het feit dat veel onderzoekers met een tijdelijke beurs of aan een tijdelijk project werken, dat veroorzaakt grote onzekerheid bij veel van die onderzoekers. En blijkbaar zijn ook vrouwelijke doctoraatstudenten nog steeds, of lopen vrouwelijke doctoraatstudenten nog steeds een hoger risico op die mentale gezondheidsproblemen dan hun mannelijke collega's. En hoe komt dat? Wel, eigenlijk, de titel van mijn stuk is: er zijn te veel doctorandi en ze concurreren elkaar suf. Dat vat het zo wat samen. Hè. Er zijn te veel doctorandi. Die moeten in concurrentie met elkaar treden voor financiële middelen. Ja, maar wat heeft dat met man-vrouw te maken? Man-vrouw, dat heeft te maken met het feit dat volgens veel van de vrouwelijke onderzoekers waar ik mee sprak, is de combinatie werk en privé nog steeds heel moeilijk. En vrouwen zijn daar het grootste slachtoffer van. Want ze krijgen vaak te horen dat bijvoorbeeld een kind krijgen terwijl ze doctoreren of terwijl ze aan de slag zijn als postdoc, dat eigenlijk nefast is voor hun carrière. Het is een teken, het is een teken dat ze hun carrière niet op de eerste plaats zetten. Ja, dat is leeftijdsgebonden natuurlijk ook. Hè? Want meestal is een postdoc of een doctoraatstudie iets wat je aanvangt inderdaad, na de universitaire studie. Ja, dus dat is redelijk problematisch. Nu hebben wij er net, meneer Walraven, een bel 10 op zitten. Mm-hmm. Waarin werkbaar, wendbaar werk een van de grote thema's was. Is het ook voor onze minister van Werk. Maar dit is problematisch. Hoe komt er dan dat er zoveel zijn? Want dat is dus de analyse. Er zijn te veel doctoranden, te veel postdocs. Waarom zijn er dan zoveel? Wel, er zijn zeker te veel doctoranden. En dat komt door de financiële verdeelsleutel. Uh-huh. Dus universiteiten worden gestimuleerd om meer doctoranden aan te nemen of te laten starten. Want ze krijgen meer geld als ze meer doctoranden afleveren. Dus per doctorandus, hopla kassa. Inderdaad, ja. Per afgeleverd doctoraat krijgen ze meer geld. Dat zit zo in de verdeelsleutel. Dus dat is een incentive om er meer aan te werven en er meer te zoeken. Op een 10, 15 jaar tijd is het aantal verdubbeld. En het probleem daarbij is dat de doorstroom van die doctorandi, er zijn minder postdocs en nog minder professoren. Dus om carrière te maken binnen die academische wereld is het ontzettend moeilijk voor al die doctoraatstudenten die daaraan beginnen. En die beginnen daaraan vanuit een passie, die doen hun werk graag, die doen graag onderzoek en die hopen natuurlijk om daar hun levenswerk van te kunnen maken. En als dat dan stopt na 4 jaar doctoraat, ja, dan is dat voor veel heel moeilijk te slikken. En die doen daar heel veel voor. En die hebben het gevoel van ze kunnen niet genoeg doen. Er is altijd wel iemand die een nachtje langer werkt of een weekend meer werkt dan mij. Dus er is ontzettende concurrentie. Want ergens ter wereld is er misschien op jouw vakgebied ook altijd net iemand iets beter. Inderdaad, ja. Want je concurreert met de hele wereld. Ja, dat is ook al een feit, ja. Dat is zeker en vast. Het is duidelijk, de mensen die ik gesproken heb, dat zijn geen verzuurde doctoraatstudenten. Of die doen hun job echt graag en die beseffen ook dat ze beter kunnen worden van concurrentie en van het idee uitwisselen met de hele wereld. Maar de balans is zoek, denk ik.
Er is geen aandacht voor het welzijn. Er was een doctoraatstudent die ondertussen in de privésector werd. Die zei van, op mijn eerste dag in het privébedrijf waar ik nu werk, kreeg ik de vraag, en hoe gaat het met jou? En dat was een vraag die ze 4 jaar lang nooit gekregen had. Het ging enkel om de resultaten die ze kon voorleggen. In de privésector is dat ongetwijfeld ook zo. Want die promotoren, die dan verantwoordelijk zijn voor die doctoraatstudenten en die postdokkers, die na hun doctoraat nog aan de universiteit blijven werken, verder onderzoek doen. Ja, die hebben er dus ook, want u zegt, het aantal is verdubbeld in 10, 15 jaar tijd. Die hebben er opeens ook veel extra werk bij. Ja, klopt. Dus iedereen is overwerkt aan de universiteit. Ja, een professor veroordeelt, iedereen draait door. Ja, maar dan, oké, dat vraagt dan toch om een actieplan, want dat betekent ook dat steeds meer mensen zullen beginnen uit te vallen. Zoiets, ja, en daar vrezen ze ook voor. Een prof zegt, we gaan niet de doctoraatstudenten overhouden die echt excelleren. We gaan de doctoraatstudenten overhouden die volhouden, die zin hebben om in het weekend te werken en 's nachts te werken. Ja. Dus. Nu, dit onderzoek is er nu, daar zijn de pijnpunten blootgelegd, maar dit is niet nieuw. Hè. Dit weten we al een tijdje. Zijn universiteiten dan hier niet mee bezig om dit te veranderen? Er wordt steeds meer geld gezocht, bijvoorbeeld bij bedrijven in de privésector, om zo mensen aan boord te houden. Meneer Bourgeois of de Vlaamse regering heeft beloofd om meer geld te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het zal te zien zijn hoe dat budget wordt uitgedeeld, want er is echt een roep naar meer structurele financiering. Op die manier kunnen onderzoeksgroepen meer zekerheid inbouwen en echt wel mensen een lange termijn perspectief aanbieden op een job en ook lange termijn onderzoek gaan doen en fundamenteel onderzoek gaan doen, want er wordt steeds wel geld gevonden in samenwerkingsverbanden met bedrijven en zo, maar dat heeft ook nadelen? Men waarschuwt, ja, het is enkel, vooral, niet enkel, maar vooral toegepast onderzoek, dat economisch rendabel moet zijn, dat valorisabel moet zijn. Dat is natuurlijk niet slecht op zich, maar je mag niet vergeten om de fundamentele vragen te gaan beantwoorden en daar is steeds minder plaats en ruimte voor, want je wil onderzoek. Voilà. Dan is er wel nog één vraag. Hè. 1 op 3 worstelt met ernstige mentale gezondheidsproblemen. Dat is natuurlijk een heel algemene noemer. Mentale gezondheidsproblemen die ernstig zijn. Waar hebben we het dan over? Ja, in de studie gaat het dan over depressie. Burn-out. Een professor die met mij sprak zei van we gaan een generatie doctoraatstudenten en postdocs hebben waarvan de helft al te maken heeft gehad met depressie of een burn-out. Hij noemde het zelf de helft. De studie blijkt een derde. Dat is natuurlijk geen goede manier om aan je academische carrière te starten. Nee, dat klopt. Kunnen we allemaal nalezen. Dringend een actieplan nodig, lijkt ons, bij de universiteiten. Op de nieuwssite APASH. Dankjewel, Jan Walraven. Graag gedaan.